Fijn dat u meekijkt. We gaan over een paar minuutjes beginnen. NEC, er staat wel 4-4-2, maar het zou ook maar zo 4-3-3 kunnen zijn. Hij heeft gekozen voor lichtvoetige aanvallend ingestelde spelers. Rogier Meijer met Tafsan, Yanga en Sadouf. Daarachter dan Bruin, Vet en Okita. En bij VVV is de doelman Delano van Krooi in plaats van Kiersbaum. Die heeft last van een verder koes. Verder Giacomakis in de punt van de aanval. Twee controlerende spelers, Christos Donis en Danny Post. En Vito van Krooi vanaf de rechterkant. Anastasios, Donis en Masas. En achterin speelt Swinkels, Arjan Swinkels, in plaats van Da Graça. Dit is niet onaardig. Poging van Tafsan. De bal draait op het laatste moment steeds verder van het doel weg. In combinatie met Sadouf. Centraal, wacht, daar. Ja, bal over de lijn geduwd door Vito van Krooi. Daar wachten ook Giacomakis. Pacionik tegen Tafsan aangeschoten. Die bal komt alsnog hier bij Giacomakis. Die teruglegt voor Pacionik. Een beetje kort, maar toch. VVV kan door. Hij zou wel kunnen schieten. Bal komt daar. Ja, bij de man die hem niet moet geven. En hij krijgt hem bij toeval. Ja. Maar ja, dat toeval bestaat bij Giacomakis niet, hè. Halverwege de eerste helft komt VVV op voorsprong. Ja, wordt natuurlijk naar gekeken. Maar dit schot, ja, dan staat hij geen buitenspel. Op het moment van spelen. Maar weet hij wel dat hij door moet lopen. En dan schiet hij hem zeer beheerst en zeer hard binnen. Zijn derde in de beker. Er is gewikt, er is gewogen. Treffer dus voor VVV. Tobias Pacionik. En de omhaal, niet onaardig, van Giacomakis. Branderhorst kon pakken. En ook hier, uit deze actie, blijkt dat hij met veel zelfvertrouwen. Sadouf. Tegen Post aangelopen. Tafsan, wordt dat wat? Nou, dat is in ieder geval een poging. De moeite van het vermelden waard. Yanga kan het winnen inderdaad van Swinkels. En Swinkels heeft er ook wat last van. Intussen, terwijl daar Swinkels op de grond ligt met een hoofdblessure, gaat het spel hier verder. En met een hoofdblessure, ja, dat moet je eerder affluiten. Een hoofdblessure is meteen stoppen, dat weten we toch? Waarom dan nog doorspelen? Je ziet die spelers met de koppen tegen elkaar aangaan. Ja, terecht hoor, wat Giacomakis daar opmerkt. Tenminste, ik neem aan dat hij opmerkt wat u en ik ook zien. Waarom laat je doorspelen? Waarom laat je doorspelen? Swinkels kan blijkbaar in ieder geval de rust halen. Masas draaide goed weg. Guara, Donis naar binnen. Masas is daar ook. VVV met aardig wat mensen daar vertegenwoordigd. En dan komt die bal bij Donis en die mist hem. En Van Krooi ook. NEC op zoek naar de gelijkmaker. Zo, hier Tafsan, goede poging zeg. Goede redding ook van Krooi. Goed begin van de tweede helft van de kant van NEC. En Karawai. Tafsan. Yanga die daar al leunend de bal vrij speelt en hem keurig binnenschiet. Het is het loon van hard werken van NEC. En goed werken in de tweede helft. En ze komen in de 57e minuut op gelijke hoogte. Yanga die, ja, hij houdt wel vast hier het shirt voor het vasthouden van Gelmi. Ja, ja, ja. Dat zal toch wel bekeken worden, denk ik zomaar. Hij houdt het shirt hier helemaal vast van Gelmi. En
terechte reclamatie bij Wanschot, dus daar zal naar gekeken worden. Het is toegestaan, blijkbaar. En de NEC heeft er zin in. Swinkels krijgt een gele kaart. Want hij beukt daar Tafsan in. Moeilijke momenten voor VVV. Barreto. Okita. Overtreding van Post. Vrij trap al genomen. Van Vet. Melani. Het is allemaal iets enthousiast dit. Vito van Krooi. En de rebound wordt daardoor verricht. Die veranderd door Barreto. Torino Hunter weer tegen Barreto aan. Guara, wat een wilde poging is dat. Van daaraf denkt te kunnen scoren. Dan moet je vooral schieten. Ja, goed slim balletje als dat zo bedoeld was, maar maakt allemaal niet uit. Alleen deed Saloufa daar niet zoveel mee. NEC. Verruit er beter in de tweede helft. Bruin. Bruin nog altijd. Dan wordt er niet gelopen, er wordt alleen maar gekeken. Dan plaatst Bruin de bal in de handen van doelman van Krooi. Ja, goed gejaagd dit keer door VVV. Houdt daar een vrije trap aan over. Gele kaart voor Vet. Ja, daar kan uiteindelijk Giacomakis wel bij. Maar wat niet meer dan dat. Magertjes, wat VVV laat zien. Bruin. Okita. Nog een beetje ruimte nu voor Okita met Post bij zich. Bal geplaatst naar Yanga. Yanga op Tafsan. Tafsan die hem goed aanneemt. Een goede redding ook van Van Krooi. Tweede keer dat Tafsan Van Krooi test. In de tweede helft. En die halfhoge schoten zijn te pareren voor de doelman. Tafsan 1 tegen 1 als hij snel is. Dat is hij in principe ook, maar nu zijn er wel veel van VVV mee. Terug. Dan laat Tafsan zich wel makkelijk van de bal afzetten. Van Krooi was aan die kant nog vanwege de hoekschop. Ze zijn toch slordig aan de bal hoor, van beide kanten. Zo tegen het einde van de wedstrijd. Guara dan op met een voorzet. Nou, die kan binnengekomen worden. Zo, Van Krooi helemaal vrij. Hunten. Maar richting de laatste minuut. Hier is Van Krooi. Die heeft weer alle tijd en alle ruimte voor een voorzet. Daar is Giacomakis en dat doet hij normaal nooit. Zo'n kans missen bij de eerste paal. Maar nu wel. Pacionik. Bruin, balletje goed gegeven. Nou, och jongen toch, wat doe je daar? Okita. Wat, ja, leg dat nou eens uit. Wat doe je daar met je rechtervoet? Giacomakis. Laat het aan Post. Giacomakis. Shabani. Shabani met links. Ja, dat is Hens van Barreto. Maar Hens wat niet bestraft wordt. Dat kan ik me ook wel wat voorstellen. Maar het leek er toch sterk op dat hij de bal op de arm kreeg, Barreto. Een loopactie van Shabani. VVV. Met die bal hard en laag. Ja, zo.
hard dat je hem wel op je kop krijgt, Giacomakis. Maar wat moet je er mee? Ja, Barreto, bal op de arm, hè. Zo was het wel. Einde wedstrijd voor wat betreft de reguliere speeltijd. Dus we gaan verlengen. Guara. Hunte. Guara. Dat zou wat kunnen zijn. Giacomakis legt hem daar goed neer. En dan de bal binnengeschoven, zeker. Door de man die voor de eerste keer meedoet. Shabani schuift hem daar in de hoek waar nog net een gaatje was. En Brandenhorst daar blijkbaar niet op rekende. Giacomakis met een assist. Shabani bij zijn debuut. Prima binnengeschoten. Het kon geen centimeter meer tussen. Wat kan NEC in de resterende tijd? Jordi Bruin die de bal verspeelt. En dat levert de kans op om er maar een punt achter te zetten. Brandenhorst weet dat te voorkomen. Christos Donis. De gelegenheid om uit te halen. Gelegenheid ook om te mikken. Beide doet hij. De laatste keer dat VVV de kwartfinale haalde was in 1995. Toen was Roda te sterk. VVV won de cup in 1959 tegen ADO op het Zuiderpark in 1959. En zit dus nog in de race. En weet ook tegen wie het moet. In de halve finale tegen Vitesse. En ze hebben er heel hard voor moeten werken, de mannen van Hans de Koning. Dat hadden ze ook wel een beetje aan zichzelf te wijten in de slotfase van de tweede helft, genoeg kans om het daarin af te ronden. Hulde aan NEC dat een goede tweede helft speelde. Gedurfd. Begon aan de wedstrijd qua opstelling. En daar dan toch net even te weinig kansen uitpeurde. Uit die aanvallende opstelling. En uiteindelijk tekort kwam.